In Meer dan Goud leven 6 oud-topsporters een week lang samen in dit 14e eeuwse kasteel in Dalfsen. Ze nemen een geschiedenis van iconische sportmomenten met zich mee. Het is misschien wel de meest bizarre race ooit. We gaan kijken wie hem over het water kan slaan. Momenten die in ons collectief geheugen gegrift staan. Wat er dan gebeurt, dat voel je al in die laatste minuten. Dat moment er aan zit te komen. Met elkaar maken ze de balans op. Wat hebben de medailles en de topsport hen opgeleverd? Gekost en geleerd? En toen heeft ze gewoon gezegd, ja, ik wil je niet meer zien. Ik keek mijn moeder aan. Ik zei, meen je dat nou? Echt waar, op dat moment dacht ik alleen maar, oké, als hier nu een gat in de grond is. Als geen ander herkennen ze elkaars pieken en dalen. Herkennen ze elkaars drive. Ja, dit hoeft niet kapot. In Meer dan Goud leren we het verhaal achter deze topsporters kennen. Je bent wereldkampioen en worden andere dingen van je verwacht. Dat je altijd sterk kunt zijn en dat je altijd misschien wel kan winnen. Ik geloof dat spanning iets is wat jou zegt dat het je heel erg veel doet. En herbeleven we hun gouden momenten. Maar hoe voel je je? Hier van binnen immens gelukkig. Daarna hebben ze een kwartier lang alleen maar je naam gescandeerd. Ik heb denk ik een half jaar lang gefeest en met die medaille om mijn nek geslapen. Of je nou wint of verliest, familie blijft altijd hetzelfde. En ik denk dat dat mijn grootste geluk is geweest. Wie zijn zij meer dan goud? Ja, proost. Proost.